Het Jeroen Bos ziekenhuis gaat samen met Philips experimenteren met dynamisch licht op de intensive care. Alle patiëntenkamers op de IC van het Bosse ziekenhuis worden met deze speciale binnenverlichting uitgerust, die vervolgens het dag- en nachtritme van de patiënt moet ondersteunen. Doel van de proef is om het aantal patiënten met ernstige verwarring te doen dalen. Volgens een internist uit het Jeroen Bos komt acute verwardheid veel voor op de IC en berokkent de patiënt veel schade. De proef begint begin april 2011, wanneer de eerste patiënten hun intrek nemen in de nieuwbouw van het ziekenhuis. In totaal doen 800 patiënten mee.